Het waar werkt net echt mij goed voor de Solar Jos. Maar net zien steen het gebrek aan zinnen is de waardvereniging Grutkop haar een jos die de Solar Parka hieten zil. Ze willen je mij een oplossing bieden voor een probleem bij festivals. Een van de problemen waar heel veel bezoekers tegenaan lopen is het probleem dat je mobieltje leeg is. En we doen steeds meer met onze smartphone. Hoe kun je nu energie opwekken op een manier die past bij het Waddengebied? Die past bij een nieuwe duurzame vorm van energie opwekken. En zo zijn we gekomen op een draagbare zonne-energie collector. Model Miranda Bonting demonstreert de jas al even voor u. Dit weekend zullen fjouwer waardgidsen er bij het Into the Great Wide Open Festival op Vlieland extra bij rinnen. Festivalgongers kunnen bij de gidsen haar een mobiel opladen. En dat gaat dan zo. Hij laat dus op en dan komt de stroom in de accu en dan zet ik de accu aan. En dan gaat mijn telefoon meteen opladen. Wat heel mooi is aan deze jas is dat je binnen 2 uren je batterij van 0 tot 100% vol hebt. En dat is echt nieuw. Dat hebben we nog niet eerder gezien met zonnecellen die je bijvoorbeeld op kleding kunt aanbrengen. De jas is maken van recyclede spiekerbroeken en ontworpen door Pauline van Dongen. Zij maken hier ook al jurken die op zinne-energie werken. Het stuk kleren is op het stuit nog net zo goed keep. Als je hem nu op de markt zou brengen, dan zou je wel echt wel een paar honderd euro kwijt zijn. En dat ligt niet zozeer aan de jas zelf, maar dus met name aan het paneel wat erop gemaakt is. Want dit paneel, daar zijn nog maar een paar van in de hele wereld geproduceerd.